9 maanden deel 2 Geschreven door Dutch Short Stories Match Leest Lisa hardop voor Haar hart bonkt in haar keel en minuten lijken uren te duren. Zal zij hem een berichtje sturen of wachten tot hij haar iets stuurt? Lang om daarover na te denken heeft ze niet, want er verschijnt een chatmelding op het scherm. Wat moet ze doen? Openen of wachten? Het liefst zou ze wachten, maar alles in haar verlangt naar antwoorden. Hoi, Lisa, leest ze als ze de melding opent. Ze besluit direct tot de kern te komen. Wat is dit, Tom? Waarom? Waarom verdwijn je ineens? Negen maanden stilte en nu dit? Het duurde even voordat Tom antwoordde. Lisa, oh. Waar moet ik beginnen? Ik weet dat het niet goed was om zonder uitleg te verdwijnen. Maar er is iets wat ik je moet vertellen: iets dat mijn leven op zijn kop heeft gezet. Lisa fronste terwijl ze zijn bericht las. Wat voor geheim kon zo groot zijn dat volledig uit haar leven verdwijnen de enige oplossing was? Ze wachtte ongeduldig op zijn uitleg. Tom deelde het ongelofelijke verhaal dat zijn leven had veranderd. Hij vertelde over een lang verloren familielid dat plotseling opdook. Een geheim dat hij gedwongen was te bewaren. Lisa luisterde met gemengde gevoelens van ongeloof en empathie. Terwijl het gesprek vorderde, begon Lisa te begrijpen dat Tom oprecht spijt had van zijn verdwijning, en hij misschien wel geen andere keus had gehad. Ze voelde een mengeling van emoties: woede, teleurstelling, maar ook een vleugje compassie voor de last die hij gedragen had. Tom stelde voor elkaar te ontmoeten om alles in persoon uit te leggen. Lisa, nog steeds met twijfels, stemde uiteindelijk toe. Ze ontmoetten elkaar bij het caféetje waar ze elkaar hadden leren kennen twee jaar geleden omringd door de stad die getuige was geweest van hun verleden. Tom onthulde het volledige verhaal. Hij begon zijn verhaal met: Ik ben van een tweeling. Hij vertelde over zijn verloren tweelingbroer Alex, die plotseling opdook, maar dat hij niet was teruggekeerd met goede bedoelingen. Alex bleek goed in de problemen te zitten: schulden, gevaarlijke connecties en bedreigingen. In plaats van hereniging. Bracht zijn terugkeer een schaduw van dreiging met zich mee? En Tom realiseerde zich al snel dat zijn tweelingbroer hem in een gevaarlijk web had betrokken. Tom stond voor een lastige keuze. Hij wilde Lisa niet in gevaar brengen en had daarom al het contact verbroken. Mail, app, Facebook, alles had hij geblokt. Niet omdat hij dit wou, maar omdat het moest. In de tussentijd had Tom er alles aan gedaan om Alex weer op het juiste pad te krijgen. Lisa's hart, hoewel nog steeds gekwetst door de periode van stilte en eenzaamheid, voelde een vreemde opluchting. Het onverwachte verhaal van Tom, de reden van zijn afwezigheid, kreeg nu een betekenis. Terwijl ze het verhaal en de reden van Toms verdwijning accepteerde, merkte Lisa dat er ruimte was voor vergeving. De onverwachte wendingen in het leven hadden hen weer samengebracht. En nu was het aan hen om te beslissen wat de toekomst voor hen in petto had. Iedereen verdient een tweede kans, toch? Abonneer je op mijn kanaal voor meer korte Nederlandse verhalen. Bedankt voor het kijken en luisteren.